Waveborden en vloggen tegelijk. Ik heb inmiddels nog maar één streepje op deze camera, dus ze heeft lekker wat door zitten filmen. Ach joh, editen, hè? Top, stel voor alles editen. Ik bedoel, ik heb 3 jaar lang gewoon men op me laten wachten. Ja, jullie zien het goed. De vlog is op dit moment in de rendering. Het is namelijk de vlog die jullie inderdaad, de vorige vlog die jullie gezien hebben. Het is namelijk zo dat de vlog was zo lang, ja, dat ik het niet kon redden om alles in één vlog te laten. Want mijn vlogs hebben een limiet van 10 minuten. Maar vandaag ga je natuurlijk alles zien wat, ja, het vervolg eigenlijk op die hele video. Dus jullie gaan de rest van de vlog zien en ik moet straks naar de tandarts. Nou, dan gaan we een beetje filmen hoe Tessa dat doet, joh. Kan het niet tegen regen, deze? Nee, natuurlijk niet, dat is de camera. Vindt Tessa goed in beeld brengen in de vlog? Ja, ik Tessa maar goed in beeld, ja. Was ook een keer tijd. Na een jaar. Even? Ja, nee, opnemen. Zo. Het is wel voorzichtig ween worden dit zo. Het is heel erg ingezoomd, denk ik. Ween worden, maar we moeten wel voorzichtig doen. Ze gaat met mijn camera vandoor, jongens. Wat heb je gedaan? Dat weet ik niet. En hoe lang ben ik al aan het content. Zo, je hebt straks lekker. Hoe moet ik dit nou weer gaan editen, joh? Sinds het maar je hebt 2 camera's, dat scheelt. Ja, dat klopt. Ik had nog wel 1 meer kunnen nemen, maar... Lekker vloer. Hoe moet ik dit allemaal gaan editen, joh, straks? Weet je? Dat is helemaal vies, jongens. Gadverdamme. Hallo? Overigens, 1 week terug was ik er niet op. Toen was ik helaas ziek, dus dat kon ik niet. En ik was niet zo fit genoeg, dus de jongens hebben zichzelf gemaakt. Waar is ze nou, joh? Ondertussen bij Tessa zie je het dan zo in beeld komen. Ja, nee, dat gaat wel over, ja. Nou, dan gaan we maar even naar boven filmen. Oh, pas op, die uitglijden hier zo. Zo, een beetje content schieten zo. Weet je, ook ik waveborden, hè? En vloggen tegelijk. Wat zeg je nou? Waveborden en vloggen tegelijk. Daar heb geen hond van. Waveborden en vloggen tegelijk. Ja. Zeg, hoe ga ik dit allemaal editen, joh? Perception zo. Nee, zo. Niet dat één. Oh, maar dat was alle 3 in beeld. Ik zal ook een uur draaien, maar achter de koffie. Ik heb een stukje. Maar hey, content is content. En het is droog. Hey, ook een keer lekker. Jongens, heel daar. Ik ga uit mezelf. Woehoe. Of de wind trekt me voort. Hey. Helaas. Wel een klein stukje gelukt. Stap hier wel weer op. Ja, ben je klaar met de vlogger? Ja, zal je lekker editen. Als je nou op je snuffert gaat, heb ik het wel mooi wild staan. Zijn jullie leuk met z'n 2 boven? Ik dacht net, ik ben klaar met de edit. Nee, we komen nog even een paar edits bij. Ah, shame. Ja, je gaat weer onderuit. Nou, thanks Tessa, ik heb inmiddels nog maar 1 streepje voor... Even uitzoomen. Ja, ik sta ingezoomd, hè. Ja. Ah, ik heb inmiddels nog maar 1 streepje op deze camera, dus ze heeft lekker wat door zitten filmen. Top, kan ik weer lekker door editen straks. Hij weet niet of je goed erop staat, omdat hij misschien wat ingezoomd. Ja, maar ik had misschien iets ingezoomd. Ik weet niet hoe je hem vast had gehouden. Dus misschien krijg je Tessa heel dat scheelt heel wel weer. Groot in beeld. Als dat zo is, dan scheelt het ook qua edit. Dan hoef ik alleen maar mijn eigen beelden erin te gooien. Dan is het, ja, dat is, het zal makkelijk zijn. Maar ja, of het zo is, hè, dat weet ik niet. Gaan we morgen zien. Ach joh, editen, hè? Top, stel voor alles editen. Oh, 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 oh. Zo, dames en heren, jullie raden nooit waar het tijd voor is. Oh, pijnlijk. Ja, ik moet naar de tandarts. Het is alweer 3 jaar geleden. Oeps. Ja, weet je wat het is? Dat is oprecht niet mijn schuld. Maar dat is gewoon de schuld van corona ten eerste. Want ik mocht een tijdje natuurlijk niet de deur uit. Ja, en daarna is het gewoon, ja, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat de eerste tandarts misschien ook wel de vlog weer gaat zien. Is het gewoon, ja, dit is er gewoon niet van gekomen. En dat is heel stom, ik weet het. Maar ja, tuurlijk, weet je. Op een gegeven moment dan, ja, is het weer tijd voor de tandarts. Maar toch. Ik ben gewoon
denk ik, weet niet, als ik geen bericht krijg of iets, dan ben ik daar misschien gewoon te laks in of zo. Dan denk ik van, nou weet je, het zal wel. Dus het is ook wel een beetje, wat dat betreft, heb ik ook gewoon mijn excuses aangeboden bij de tandarts. Ik bedoel, ik moet gewoon een goed gebit hebben, gewoon gezond. Dus ja, wat we maar eens even gaan doen is tanden poetsen. Het is wat het is. Ik hoop oprecht weer dat ik weer even een stukje mag filmen bij de tandarts voor jullie. Ik ga het proberen, als het weer mag, dan zou het tof zijn. En als het niet mag, want het is natuurlijk heel veel mijn privacy van medepatiënten daar. Daar heb ik ook begrip voor. Ik ga het proberen en als het niet lukt, dan lukt het niet. Mag je eerst even lekker tanden poetsen? Want hey, ik sta hier al 10 minuten te lullen, dus daar gaan we. Even de tanden poetsen. Nou. Beter dan dit poetsen kan ik het niet hoor. Moet goed zijn. Zo. Nou, als het nu niet goed is, dan weet ik het ook niet meer. Zo wit als een. Zo spierwit. Als een. Ja, als een wat. Ik heb geen idee. Nou, op naar de tandarts. Ik heb er zoveel zin in. Yay. Nou, we zijn lekker op weg hoor. Lekker met het zonnetje erbij. Happatee. Beetje ijs hier en daar nog. Ja, voor duidelijkheid dames en heren, dit is natuurlijk een vlog die op een andere dag is opgenomen. Hè? Dus ik zie de vraag wel weer. Maar hoe wil je nou? Nou, dit is een vlog die is op een andere dag opgenomen. Soms dan is het gewoon net wat handig voor de content. Dat gebeurt niet altijd hoor. Het is gewoon een keer lekker. Er ligt ijs, maar er is ook gewoon een zonnetje. Dus er is ijs, maar er is ook gewoon een zonnetje. Lekker hoor. Heerlijk. Zo, we zijn weer klaar. Ja, zo snel gaat het soms. En deze tandarts jongens, die is echt gewoon veel te lief. Ik bedoel, ik heb 3 jaar lang gewoon men op me laten wachten. En nog accepteren ze het. Geen aanrader trouwens om me na te doen, maar nog accepteren ze het. Ja, dat vind ik wel echt gewoon top hoe ze nog met me omgingen. Ik heb mezelf al lang een schop onder de kont gegeven, maar goed. Maar hey, ik heb het overleefd. Oh, ja, jullie zullen vast denken, Mitty, waarom stop je nou ineens? Nou, even dit warme weer op me nemen. Even de zon, de warmte opnemen. Jullie zien waarschijnlijk helemaal niks, dat is beter. Ik wil zeggen, even de zon en de warmte opnemen. Oh. Ik bedoel, binnenkort wordt het weer ijskoud. Oh ja, ik heb trouwens geen gaatjes. Omdat ik goed gepoetst had, zei het. Dus ja, dit keer wel. Alleen even flossen. Of met zo'n tandenstokertje in. En dan dat tandvlees een beetje terugdouwen. Maar voor de rest had ik alleen mijn complimenten ontvangen. Dus dat is top. Ja, dit is wat het is. Nee, ik heb natuurlijk alweer gelijk een afspraakje gemaakt voor over een half jaartje. Dat is op 13 juli. Ik ga nu wel gelijk nog even wat bestellen. Want ik had namelijk de opdracht gekregen van mijn tandarts. Of ik tandenstokers wil gebruiken. Een speciale soort tandenstokers. Die je dan zeg maar de soort dat je kies heen kan doen. Dus die ga ik even bestellen. Want ik weet dat als het aan mij ligt, dan vergeet ik het zo weer. Dan zeg ik wel van ja, dat doe ik straks wel even. En voor je twee, dan ben je weer een jaar verder en dan heb je het nog steeds niet gedaan. Maar hey, het was een prettig tandartsbezoekje. Het was gewoon zwaar super aardig. En ja, weet je, ze zeiden ook van je kunt beter gewoon voortaan je afspraak maken gelijk na de behandeling. Want dan vergis je in ieder geval niet in het feit dat je dan bijvoorbeeld misschien toch een keer risico loopt op een gaatje. Nogmaals, een dikke vette shout-out naar de tandarts. En ja, wat ik al zei, weet je, ik heb. Dit keer heb ik er zelf voor gekozen. Eventjes niet te filmen binnen de tandarts, want ik weet niet. Er zit toch iets met privacy of zo. Heel veel YouTubers die filmen met van binnen, ik weet het. Maar er zit toch een bepaalde manier van privacy waardoor ik dacht van weet je wat. Ik heb het wel een keer gedaan, dat klopt. Maar ja, ik dacht doe het nu een keertje niet. En misschien de volgende keer weer wel. Jullie weten, ik ben van content maken. Maar dit is nog steeds mijn hobby en niet mijn werk. Dus ik doe gewoon wat ik leuk vind, filmen. En dit is wat meer, weet niet. Ik vind het lastig om mijn talent in beeld te brengen om privacy van anderen te waarborgen. Natuurlijk kan ik het blurren, maar ja, ik weet niet. Je moet je content wel met een goed gevoel maken. Dus en nu voel ik me helemaal tevreden. Ik ben en naar tandarts geweest, dus ik kan weer een half jaar verder. En ik ga die tandenstokers even bestellen nu gelijk. En ik ga verder. Oké, dat is absoluut geen reclamefiets, maar ik zie dat ze bij de Kruidvat ook zijn. Dus ik ga ze gewoon even gelijk halen bij de Kruidvat. Want het scheelt me gewoon en verzendkosten. Ik kan ze wel bestellen. Maar dan zit ik gelijk aan 5 euro verzend of 3,90 euro verzendkosten. En als ik het gewoon bij de Kruidvat haal, dan is het 3,25 euro. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we natuurlijk niet laten verzenden. Dan gaan we gelijk weer op pad. Dames en heren, gaan we weer op avontuur. Dan gaan we namelijk even de tandenstokers halen. Ik moet namelijk deze hebben. Het zijn van de Jordan Regeler. Ik heb er een paar in mijn tasje zitten hier zo. Van die houten tandenstokertjes. En ik moet er dan lekker zo tussen. Nou, hoppatee, gefixt hoor. En nog goedkoop ook. Nog even een ander ding. Zien jullie dat daar ginds, die boom? Het lijkt alsof er allemaal nog cadeautjes of zo in zitten. Ik weet niet of je het goed kunnen zien hoor, maar ik weet niet. Viel me gewoon op. Hoppakee. Ook weer gefixt. Nou, helemaal top. Ja, weet je wat het is jongens, als ik het ga uitstellen, dan ik weet nog precies hoe het gaat, dan gaat het ook uitgesteld worden. En daar word je niet vrolijk van. En nou heb ik het echt freaking koud. Het zonnetje schijnt vandaag, maar goed, ze hebben het ook alweer over dat het binnenkort gaat sneeuwen. Maar goed, voor vandaag ben ik ook helemaal klaar mee. Ik heb veel gedaan vandaag, dus tandarts geweest, we hebben idioot content gemaakt aan het begin van de vlog, dus
Voor vandaag ben ik er ook gewoon helemaal klaar mee. Oh ja, dames en heren, even een ding. Ik weet dat er heel veel mensen weten waar ik werk. En dat is ook helemaal prima. Een beetje, dat kun je toch niet tegenhouden. Dat is gewoon zo. Maar wat ik wel even wil zeggen is dat jullie niet steeds mijn naam moeten roepen in hetgene waar, hè, waar ik werk. Er zijn ook gewoon andere mensen die komen. En het is misschien voor hun heel storend als je iedere keer het geschreeuw op de werkplek. Dus beter als je weet waar ik werk, weet je, helemaal prima. Weet je, het is wat het is. Maar ga niet de hele tijd schreeuwen en roepen, want jongens. Er zijn ook gewoon mensen die wel gewoon op een normale manier daar hun ding willen doen. Dus ja, het is algemeen bekend waar ik werk, maar goed. Probeer er wel een beetje rekening mee te houden. Ik vind het echt super tof om jullie te zien. Probeer er een beetje rekening mee te houden. That's it. Zo, voor degene die denkt dat ik een marsmannetje ben. Nee, ik heb het koud. En ook goed ook. Ik heb de hele tijd heb ik hard gefietst en ik krijg je het warm van. En als je dan thuis zit, oh, dan heb je het koud, joh. Maar goed, dames en heren. Ja, ik ga de vlog wel afsluiten voor vandaag. Het is echt koud, jongen. Oh. Ik wil de kachel niet aanzetten, dus ik denk, ik doe maar een vliesdekentje op. Bedankt voor het kijken. Vergeet de blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet positief te blijven. Heel belangrijk. Zie ik jullie heel graag weer bij de volgende vlog. En dan gaan we iets superleuks doen. Want daarvoor staat de ingeklapte studio alweer klaar. We gaan namelijk de laatste, de derde en de laatste challenge doen, ja, van deze maand. Want over een paar vlogs dan is het alweer februari. Dus ja, de volgende vlog is de laatste challenge alweer, dames en heren. Dus hopelijk hebben jullie er zin in. Wordt hartstikke leuk. Dus vergeet de blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet positief te blijven. Check je dus bij de volgende vlog om 5 uur gewoon weer hier op mijn kanaal, Mitty. En zeg ik, blijf goed je tanden poetsen. Tanden stoken als het moet. En tot de volgende vlog. Peace!